Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die je zijn niet true. Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag. Ik ben net terug van vakantie. Ik begin gelijk weer een nieuwe video. Want wij zijn net thuis bij ons moeder. En we gaan nu even naar mijn vader toe, want daar heb ik een nieuwe kamer. Dat ga ik even kijken. Zo, de auto is vies. Ja, die is echt heel vies. Dus ja, als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een blauw duimpje omhoog doet. Oké, ik ben net bij mijn vader geweest. Ik heb de kamer bekeken en het is echt super mooi. Maar dat komt allemaal nog in een andere video, dus daarom wil ik dat niet laten zien. Ik ben nu weer bij mijn moeder thuis. Ik heb na 2 weken een beetje make-up op mijn hoofd gedaan, maar het ziet er echt niet uit. Het was een beetje... Ik wilde gewoon even in 5 minuten even mascara en mijn wenkbrauwen doen. Voor de rest heb ik niks aan mijn gezicht gedaan. Dus ik hoop dat mijn bruine kleur niet wegvalt op de camera. Ik heb dus iets heel leuks en dat wilde ik even aan jullie laten zien. Ik heb namelijk een heel groot pakket van Naked. En ik ben zo enthousiast, want al die Instagram stories die ik zie van Naked ben ik altijd zo blij als ik dat zie. En nu heb ik een eigen pakketje. En ik heb ook een eigen kortingscode. Dus met de kortingscode 20janette krijg je 20% korting op je aankoop. Dus dat is echt superveel. En je kan gewoon alles kiezen van de hele website. Ik heb 8 items uitgezocht en die ga ik nu even laten zien. Als je echt goed de aanbeelden en zo wil zien, moet je even naar mijn Instagram gaan. En dan even naar mijn hoogtepunten. En dan kan je gewoon precies alles zien. En dan heb ik alles netjes neergezet, zodat je ook precies weet. Ik zal ook nog eventjes de linkjes in de beschrijving zetten. Als eerst heb ik een pantherprint jumpsuit of een luipaard, hoe je het ook wil noemen. Dat is deze en ik vind hem echt heel erg leuk. Besteld in de maat 36 en hij heeft dus 1 off-the-shoulder mouw. Dus dit is het pantherprint jumpsuit. Het volgende dat ik heb is deze witte blouse. Deze is echt super leuk met deze V-hals. Wel een beetje diep. Ik heb deze ook besteld in de maat 36. Dan een trui. Dan denken jullie waarschijnlijk, waarom heb je een trui besteld? Omdat ik die gewoon nodig had. En het is niet altijd mooi weer in Nederland, zoals wij weten. Gewoon een zwarte off-the-shoulder trui. En deze heb ik besteld in een maat XS. Want ik ben nogal klein. En dat zag er best groot uit. Deze simpele zwarte off-the-shoulder trui. Dan een super leuk jurkje. Ik hoop zo erg dat die past. Oh ja, denk het wel. Ik heb hem besteld in de maat S. En hij is blauw. Zo ziet hij eruit. En die mouwen lopen wijd uit. Ten eerste wil ik zeggen dat de kwaliteit van alles echt super goed aanvoelt. Dan nog een trui. En deze heb ik ook besteld in de maat XS. Deze ziet er wel heel klein uit. Een beetje kropt. Maar dit is dus een trui met zo'n laag uitgesneden rug. Zo. En ik heb hem mooi in een soort... Hij lijkt nu heel wit, maar hij is best wel een beetje gebroken wit. En dat vind ik heel erg mooi. Dan heb ik die witte top met die V-jas ook in het rood besteld. Deze is echt heel erg leuk. Ik hou de laatste tijd zo erg van rood. En deze vind ik heel mooi. Dit is heel mooi rood. Hij ziet er op het beeld wel iets verder uit. Dat valt op zich wel mee. En deze heb ik dus gewoon besteld in een maat 34. Dan naast de zwarte en de witte trui een grijze trui. En deze had ik wel in een S besteld. En die heeft dus... Hij is gewoon heel normaal grijs, maar de achterkant is heel erg leuk. Met zo'n soort V-hals, maar dan aan de achterkant. En dan het laatste item. Deze moet ik ook zo leuk uitzien. Echt niet te doen. Dat is namelijk dit superleuke off-the-shoulder blouseje. Dus deze draag je zo. En hij is in een super mooie blauwe kleur. Hier ben ik ook echt super blij mee. Dus dit waren de items van Naked. Met de kortingscode 20janette krijg je 20% korting. Ik zal alles even in de beschrijving linken. En als je alle aanbeelden wil zien, moet je even naar mijn Instagram gaan. Jongens, het is de volgende dag en ik ben met Eva! Alfie, ben je niet? Nee, we waren gisteren ook al samen. Toen heb ik helemaal niks gefilmd, omdat ik mijn camera niet mee had genomen. We gingen gisteren samen oppassen. En nu gaan we samen uit en we hebben er heel veel zin in. Vind je dit niet raar, dat dit zo zit? Nee, dat nee? is echt niet waar. Oké, maar wij gaan zo meteen uit. En we gaan nu even lekker drinken. Oh, die band zit omgedraaid van je rokje aan de achterkant. Oké, even niks zitten in de auto. Het is wel de volgende dag. We zijn gisteren uit geweest. Het was heel erg leuk. Ik heb alleen niks gefilmd. Doe even een leuke paar Snapchat filmpjes erin. Ja. Nee. En hoe heet het? Ik had
Ik had net even foto's gemaakt voor van die naked dingen die ik had unboxed. En we zijn nu bij, ja, heel gezond eigenlijk. Bij de McDonald's. Ja, we zijn echt op de gezondste plek ooit. Om 1:00 middags. Dus we gaan nu even lekker Mac eten. En dan gaat Eva zo werken. En dan ga ik even de foto's editen. Ja, en we moeten nu doorrijden. Lekker Mac drijfie, schat. Nee, wat is dat? Hij focust niet. Dat is kut. Lekker Mac drijfie. Ik ga die... Oeps. Oeps. In mijn hoofd. Oeps. Oeps. Oké, het is vandaag donderdag. En ik heb denk ik 3 dagen niet gefilmd of zo. Misschien zelfs wel langer. Dat komt omdat ik de afgelopen dagen alleen maar moest werken. En een paar dagen geleden was ik wel met vriendinnen, maar toen heb ik gewoon niks gefilmd. Ik heb eigenlijk geen idee waarom. Soms dan heb ik al niet veel gefilmd en heb ik ook geen zin om een soort van aan te beginnen. Maar ik ga even jullie mijn sieraden laten zien die ik altijd draag. Want ik krijg er zoveel vragen over. Want ik krijg gewoon dagelijks Insta-DM's en reacties onder mijn video's waar mijn sieraden van zijn. Dus ik ga het nu 1 keertje uitleggen. Als je iets niet snapt, reageer het wel even in de comments, want dan leg ik het even uit. Deze oorbellen met van die hartjes zijn van Joy Durellery. Deze oorbellen met deze hartjes, die zijn van Joy Durellery. En die simpele ringetjes daarachter, die kan je echt overal kopen. Dan heb ik hierboven nog een Helix. En die heb ik een keer bij de Six gekocht. Dan heb ik qua ringen heb ik deze Buddha to Buddha ring altijd om. Met gewoon een standaard ring. En deze is ook van de Six. Dan heb ik, waar ook heel veel vraag naar is, is deze ring. En deze met 3 hartjes. Ik ben er eentje kwijt. Deze is ook van Joy Jewelry. Dan mijn armbanden die ik om heb. Dat ziet er een beetje zorg uit. Oké, de armbanden die ik om heb. Die ene met dat hartje heb ik in Griekenland gekocht op de markt. En die linker, die is ook uit Griekenland. En dat stond voor eeuwigheid of zoiets. Sorry, ik weet niet meer precies. Die andere, dat is een Pandora-armbandje. En daar spaar ik eigenlijk al echt sinds mijn 13e allemaal bedeltjes aan. Dus die zit helemaal vol met bedeltjes. En die heb ik ooit een keer voor mijn verjaardag gekregen. Dus eigenlijk staat elk bedeltje voor een bepaalde betekenis. Dan heb ik die ketting met al die hartjes. Deze. En deze is ook van Joy Jewelry. Er blijft alleen heel veel haar aan de bovenkant zitten. Het is een beetje vies. Het doet ook best wel veel pijn. Dat heb ik alleen bij deze ketting. Want ik heb er ook nog een met 2 hartjes. Die heb ik nu niet even hier. Maar die is dus ook van Joy Jewelry. Dan heb ik een armbandje. Die ik ook heel vaak draag. Deze. Die past bij mijn ketting. Die is ook van Joy Jewelry. Dan een horloge die ik altijd draag. Als ik een horloge draag. Is van Ozo. En dat is gewoon zo'n klassiek model. Met zilver en zwarte bandjes. Dan alle kleine kettingjes die ik altijd om heb. Met weet ik veel wat eraan. Die heb ik eigenlijk allemaal van AliExpress. Want ja, daar kan je gewoon heel goedkoop sieraden kopen. En dat is gewoon super chill. Dan kreeg ik ook nog best wel veel de vraag over dit enkelbandje. Deze heb ik ooit een keer zelf gemaakt. Is super simpel. Moet je gewoon even een tutorial vinden op internet. Koop je voor 20 cent als schelpjes en dan heb je dat. En de rest van mijn enkelbandjes heb ik allemaal van vriendinnen gekregen. En volgens mij heb ik nu al mijn sieraden genoemd. Oké, het is vandaag vrijdag. Ik ben samen met Imme herenigd. En ik heb vandaag, eerst ging ik werken. En nu zit iemand me heel raar aan te kijken. Nu gaan we naar de verjaardag van Bente. Want Bente gaat ook verhuizen naar Duitsland. Ja. Maar we gaan nu eerst, ze is ook nog, wanneer was ze jarig deze week? Woensdag? Ik weet het niet. Allemaal even op Bente. Afgelopen dagen. Maar we gaan dus nu even naar Bente toe lopen. En Eefke heeft ons cadeautje. Ja, dat zeker. De YouTuber. Ben je jarig? Ik ben al jarig geweest. En hoe oud ben je geworden? 18. En wat is dit? Nou, wat zou ik voor het leuk ingepakt. Ja, bedankt. Dat is... Oh, ik moet eerst de kaart doen. Ik wou net zeggen dat ik het had gedaan. Nou. Oh, dat had ik gewoon de winkel gedaan. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik doe wel deze. En 2 kussens. Ja, we dachten van ja, om nou 2 dezelfde te geven. Nee hoor, pas wel mooi op de bank. Welke kleur is je bank dan? Zwart. Oké. Top. Nice. Ja, geel. Geel. Paars. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja,
Oké, het is vandaag maandag en ik heb de hele dag video's geëdit en eigenlijk niks gedaan. Vorige dagen heel veel gewerkt. Ik moet alleen morgen nog even werken en dan overmorgen ga ik lekker op vakantie, waar ik super veel zin in heb. Maar ik ga nu lekker met Damon en Im op het strand eten, waar ik echt heel erg veel zin in heb. Even lekker uit eten. Helemaal top. Ik heb hem net helemaal klaargemaakt. Ik heb wel lange mouwen aan. Het is wel heel dun. Ik ben bang dat het iets te warm is. Maar ja, ik kan er nu ook niks meer aan veranderen, want ik ga zo weg. Ik heb net per ongeluk een flesje olie in mijn Superga's laten vallen. Dus dat is niet zo nice. Maar ik ga nu met auto in me ophalen en daarna Demi. Hey schatten. Waar zijn we? Jezus, wat zijn jullie alweer kut, hè? Mijn moeder kijkt altijd vlogs. Ja? Mag je er echt niet in doen? Oké, wij lopen nu in Noordwijk en we gaan nu even eten. Ik heb net gereden. Het ging heel erg goed. Love it. Oh, dit was echt niet opvallend. Maar ik heb het avondeten niet eens gefilmd, hè? Volgens mij heb ik alleen een foto in mijn story gezet. Nee. Oh. Oké, wij zijn klaar met eten. Het is ongeveer 3,5 uur verder. En wij gaan... Ik ga nu even Damien in me terugbrengen met de auto. Leuk. Wow. Jongens, kijk even naar dit leuke rokje van Imme. Dat is van mijn zusje, maar... Weet ze dat je hem aan hebt? Ja. Oké. Okay. Voor 13 euro. Echt, vinden jullie het echt niet lekker ruiken? Ik heb echt voor 20 euro een fles shampoo bij de Rituals gekocht, want ik wilde dat mijn haar lekker rook. Welk is het? Ja, die gewoon die... Is die rode? Ja. Die heb ik ook. Ik ga niet meer nog een keer in je hoofd ruiken. Nou, ik snap het niet waarom je het niet ruikt. Maar waarschijnlijk door, waarschijnlijk door het stijlen, denk ik, dat je het niet meer ruikt. Je stelt het niet boven op je hoofd. Nee, daarom zei ik ook, ruik boven aan mijn hoofd. Immer ging eronder ruiken. Ja, ja, dat ik niet op boven op je hoofd wil ruiken. Oké, okay, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Ik zit in de auto. Wat een raar beeld is dit van mij. Dit kan echt niet. En ik ga Immer even ophalen, want ik moet nog een paar dingen kopen voor vakantie. Ik ga morgen namelijk op vakantie. Dus dan ga ik dat nu even samen met Immer kopen. We zijn gisteren uit eten geweest. Het was heel erg gezellig. En het is wel fijn, want dan kan ik ook gelijk even de vlog bewerken straks. En online zetten, want anders komen er geen video's online. Dus er komen nog vakantievideo's van Corfu online. Daar moet ik even naar kijken. Maar ja, ik ga dus nu Im ophalen. En ja, vanavond nog werken en dan morgen lekker op vakantie. Oké, ik ben met Im. En we hebben net even geshopt. En we zijn nu bij... De McDonald's! Het is de derde keer in mijn vlog dat ik nu bij de McDonald's ben. Nou, hoe noem je je vlog? Sieraden. Waar zijn mijn sieraden van? Niet eens een Mac hier. En jongens, mijn nagel is net gebroken. En dit zijn mijn eigen nagels. En het is echt heel erg. Ze deed echt alsof ze dood ging. Ja, ik dacht echt, what the fuck? Nee, want ik ga morgen op vakantie. Ik kan nog niet meer op vakantie. Ik ben dus echt het allerergste wat ooit kan gebeuren. Maar het is meisjes die nagels zo hebben snappen dat ik kan toch niet zo. Het kan echt niet. Boeien. En ik ga dus morgen. Ik zei ik heb hoi, ja, dankjewel. Dat was echt mega. Oké, ik ben al een hele tijd thuis. Ik heb zelfs al gewerkt. Was heel erg gezellig met Im, maar ik ga nu de vlog afsluiten. Ga ik hem gelijk bewerken. En dan komt hij overmorgen online. Dan ben ik namelijk op vakantie en dan is er toch een video online. Ik weet niet of ik de rest ga editen namelijk. Dus dan doe ik dat nu eventjes snel. En ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En ja, ik zou het heel erg leuk vinden als je even abonneert en even een duimpje omhoog doet. Doei doeg!